zal het gelijk even checken hoe het was bij de ladies. Susanne. Goedemorgen. En Fleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Nou ja, ze leven nog in ieder geval. Ja. Dat is goed. Fleur, nog iets gedaan? Ja, aan school gewerkt. Nee, niet heel veel. Nee, dat begrijp ik dan. Zus, nog iets wilds met je vriendje? Ja, ook aan school gewerkt, hè. Is hij al begonnen bij Slam eigenlijk, weet je of niet? Ja. Oh, oké, dat wist ik helemaal niet. Maar ook gewoon school. Is het, oh ja, god, is het vlak voor de herfstvakantie nog eventjes een weekie? Ja. Ja. Oh. Ik hoor het al, jullie hebben echt geen zin om over het weekend te praten. Ik kan heerlijk uitweiden over hoe fijn ik in Antwerpen was in toestand, maar ik zal het niet doen. Oh, niks wel. Nou ja, het was ook niks bijzonders, maar het was hartstikke leuk. Ja. Oké. Okay. Ja. Nieuws vandaag, ik ben benieuwd. Wat staat er in de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw, Fleur? De dierenheld van het jaar, die is voor de vijfde keer gekozen door de dierenbescherming. Bijna niet de vijfde keer dezelfde. Dit jaar is het Robin Koopman uit Zandvoort. 44 jaar, die had een hondje gered, die zat op het ijs. En toen had hij een agressieve zwaan getrotseerd. En toen hij dat hondje inmiddels had, toen zakte hij zelf door het ijs. Maar toen is hij, teruggegaan naar de vijfde gered. En nu heeft hij een trofee gehad. Ja, mooi zeg. Mooi. Leuk. Dat was gisteren, dierendag inderdaad, ja. Ja, klopt. Oh, ik heb dan heel veel verschillende dieren gegeten gisteravond in het restaurant. Wat een fantastische manier om het te eren. Ja, ja. Nee, ik heb echt geen fuck maar gedaan. Maar ik heb ook geen huisdieren dan. Hebben jullie huisdieren eigenlijk? Ja. Ja. En wat heb je gedaan dan, Fleur? Ik heb liefkozend tegen mijn zuster gepraat. Heb mijn hond extra geaaid en extra, de katten lief aangekeken. Extra geaaid. Zou jij het fijn vinden als je op je fucking verjaardag extra geaaid wordt? Dat het dan is, weet je wel. Nou ja, kijk, ze zijn er niet bewust van. Dus. Oh ja, dat is lekker makkelijk. En heb jij nog iets gedaan aan bijzonder, zus? Nou, bij mij is het elke dag dierendag. Mooi. Meer nieuws, Fleur. Ja, de bemanning van een Indiaas lijnvliegtuig die is onderling slaags geraakt. Unquote. Dus, even kijken hoor, een 24-jarige stewardess, die had een van de co-piloten of zo ervan beschuldigd van ja, seksuele intimiteiten. Ja, en toen raakten ze opeens allemaal op de vuist met elkaar. Ik weet niet precies hoe het ontstond. Maar eerst in dat vliegtuig, terwijl gewoon... Ja, op 10.000 meter hoogte. Jezus. Eerst was het de vechtpartij in de cockpit en toen was het vliegtuig ook tijdelijk onbestuurd, hè. En daarna voor de ogen van de passagier. Nou ja zeg. Je zal er godsnaam in zitten en dan komt er eens een stewardess voorbij met een paar piloten. Die toch al te lang werken, weet je wel. Het lijkt net een filmscène, nou ja. En ze zijn geschorst. Oh, heel gek. Oké. Okay. Ja. Laatste harde nieuwtje. Ja, er is een planetoïde vernoemd naar Miep Gies. Hij heet de Miep Gies. En dat is, even kijken, het is nu 100. En dat was dan die madame die de dagboek van Anne Frank redde. Ja. En nu is er dus een planetoïde naar dat benoemd. Die gemaakt is uit rotsmateriaal. Hoe romantisch. En door de ruimtezeef. Ja, ik zit te denken, hebben ze ooit wel een ster naar Anne Frank genoemd? Of is dat te bruut? Zo'n jodenster, weet je wel. Nou, goed, okay. Wat staat er vandaag in de Telefaag, zus? Ja, de foto's van een of andere bizarre brug, namelijk de Ketelbrug in Lelystad. Want die ging ineens open toen er nog mensen op stonden en er kwamen ook nog mensen aangereden en zo. En dat was echt heel raar. Dat zal eventjes wat ongeheim veroorzaakt hebben dan. Ja, ja. God, er gaat ineens een brug open, lachen. Ja, bizar. Oké, okay. En wat nog meer? Ook nog actie voor gezinsleven, want minister Rauwvoet die presenteert vandaag een nieuw plan om gezinsvriendelijke bedrijven en instellingen een keurmerk te gaan geven. Oh ja. Ja. Oh, maar ook gewoon, Nou ja, ik ben altijd wel voor de anti-gezin dingen. Want ik weet dat ik werd gewoon echt met mijn bek open aangekeken. Dat ik gewoon de laatste keer dat ik een vakantie boekte, zei ik, ja, het moet niet zo kindvriendelijk zijn. Ja, dat heb je de hele tijd van die kinderen, nou, als je het niet wil vakantie. Maar nu moet je dus ook oppassen dat een bedrijf niet een gezinskeurmerk heeft. Ja. Dus ja, nou, laatst harde nieuwtje, dan iets leuks. Ja, en ook nog een hartstikke leuke foto op de voorpagina van Louis van Gaal en zijn truus in van die traditionele Duitse kleding. Want die voelen zich daar helemaal thuis en zo. En gisteren waren ze op het Oktoberfeest en zo. Hartstikke leuk. Ah, oké. Okay. Ja. Ik denk ik heb nog van die truus, heb ik nog een soort geile goedemorgen, geloof ik.
Ja, ook van Louis. Maar... Goedemorgen, Giel. Dat is, daar word je ook niet gekomen. Even kijken. Truus heet ze, hè? Ja, ja. Nou ja. Ik had hem ook kunnen skippen natuurlijk. Ja, nee, hier heb ik hem. Goedemorgen, Giel. Ja hoor. Oh. Hoogtepuntje. Leuk nieuws, wat heb jij dan, Fleur? Ja, dit wordt echt een nerdgedoe van ja, die gekke Vara ook. Die gaan bij het radioprogramma Vroege Vogels op zoek naar de beste zangers onder de vogels. Ja, dat klopt. En dan krijg je, wat is het, 100 vogelgeluiden. Ja, nee, ik ga er ook in dit programma aandacht aan besteden. Ik hoorde ervan, want ze zitten op dezelfde redactie. Althans op dezelfde verdieping. Nee. En toen hoorde ik hierover. Ik dacht, ja, dat is toch leuk, weet je wel. Op zoek naar de beste. Ze verwachten overigens dat de mus gaat winnen. Oh, maar dat worden allemaal vogelaars. En van die vogelspotters. Want van het weekend gingen ze toch ook vogels stellen en zo. Komt toch elke keer dezelfde voorbij. Het is totale ongein. Maar ik vind het nu al leuk om die mensen een beetje uit te nodigen. En echt gewoon heel druk te doen over wie is nou de beste. Gewoon een idols voor vogels, zeg maar. Dat is hartstikke leuk. Nou, hartstikke leuk. Even kijken. Zo. En geregeld. Hey, dierendag. Oh ja. Kijk, ik zit me te denken. Ik heb wel een dierendag gedaan. Ik ben ook nog op de vogeltjesmarkt geweest. Want dat is in Antwerpen. Oh ja, daar dieren in veel te kleine kooitjes houden. Ja, nou inderdaad ja. Dat vond ik ook ja. Dat vond ik ook echt zielig ja. Nou goed, het leuke nieuws van vandaag in de Televaag. Wat heb jij, zus? Ja, wel wat leuks uit het Gelderse gehucht Del. Want daar staat een supermarkt. En al die medewerkers van die supermarkt, die wilden graag een weekendje naar Vlieland. Gewoon met de hele supermarkt en zo. Alleen dan was natuurlijk, kon die supermarkt niet open. Dus hebben de bewoners van het dorp, die hebben gewoon de hele dag gewoon in die supermarkt gewerkt. En die hele supermarkt draaiende gehouden. En zijn de medewerkers gewoon lekker naar Vlieland gegaan. Nou. Alle bewoners ook. Ja, een paar denk ik. Om nou het hele dorp daar neer te zetten. Hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. Oké, dames, succes met de altijd lastige maandag. Hebben jullie nog intieme vragen aan Anouk die je zeker gesteld wil hebben? Nee. Nee. Nou ja, nee. Blijf vooral lekker luisteren. Ze komt straks en gaat muziek maken. En ach, ik heb er echt zin in. Ja. Nou dat, tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. De hele week zo, hè? De hele week zo. Heerlijk. Het is bijna 6:57. Dit is Giel op de radio. Goedemorgen allemaal. Do you know what's worth fighting?